Die doen deze bij daar aan te doen. Er is al één die aan het groeien is. In courgette. Kijk wat ik heb gevonden in mijn moestuin. Kijk, van wie dat ik het laatst heb gezien. Sorry slakjes, jullie horen niet in mijn moestuin. Dus jullie zijn voor de kippetjes. Sorry. Ik weet zeker dat ze heel erg blij gaan zijn, maar ja. Doei. Die liggen daar nog. Misschien eten. Ik heb hier geen grote slag. Misschien is het enkel nog de huis die daar ligt. Dat kan ook. Dat is binnen in een kippenkot. Maar ze lagen nog geen eitjes. Hoe gaat het met jullie? Goed. Deze kan je zien in blogger juni 2018, hoe deze moet maken. Beeld je eens in hoe mooi dat deze zullen zijn als ze echt beginnen groeien, de plantjes. Ik denk dat ik het overige ras tussen de tomaten ga gooien. Ik heb de wortels eventjes in water gedaan in de hoop dat ik ze nog kan verplanten, maar ik vrees ervoor. Er zal toch al een deeltje tussen de tomaten zitten onder het gras. De quinoa begint stevig
stevig te groeien. Maar het is zo inschatten wat dat er moet gebeuren ermee en hoeveel keer dat je het water moet geven. Want hier in België is er zo, maar dan ook zo weinig bekend over hoe je quinoa moet verzorgen. Alhoewel dat hier in België wel een redelijk goed klimaat is om quinoa te zetten. Je zou hem zelf buiten mogen zetten, denk ik. Ik ben bijna zeker. Met mijn pa heeft hem binnen gezet, omdat hij dan iets meer uit de wind staat. Het was hier de bedoeling geweest om een bloemenveldje te maken. Zoals je kunt zien is dat redelijk hard mislukt. Maar ik ga een beetje onkruid uittrekken en dan kunnen we dat kruid misschien hierin zetten. Ik had mijn vliegenraam vergeten in te steken en nu zit er een vogel in mijn serre. Hoe ga ik hier die ruit krijgen zonder al te veel zelf te verschieten? Ik vind dat ook zo zielig. Come on, you can do it, birdie. Hoe kan naar de achterkant gaan van mijn serre en hem zo verschieten dat hij misschien langs hier buiten vliegt? Want zo gaat dat niet lukken. Oh, hij heeft net super hard in die ruit gevlogen. Had het beestje? Are you okay? Birdie? Oh, ik ben bang dat ik ga verschieten, hè. Waar ben je, birdie? Weet je, jongen? Kom maar, je kan het. Ja. Kom, vogeltje. Hé? Hey. Ik denk dat hij echt een vloerzeep bezeerd, want hij vliegt echt niet weg. Gaat het, jongen? Come on, je kan het. Je kan het. Ik hoop zo hard dat het goed komt. Ik heb echt een statief nodig. Of je gaat gewoon met één hand eten gooien. Speciaal omdat we vanavond hebben gewonnen, krijgen jullie extra veel sla en appeltjes. Niet waar. Zijn dat sowieso aan het krijgen. Smakelijk eten. Flippo in de gang. Ja, ze zitten nog buiten. Het is avond. Het is nog geen avond genoeg. Voordat mijn pa alles sluit, doet hij dan het poortje toe, denk ik. Hoop ik. Gisteravond na het watergeven van alle plantjes heb ik gezien dat de kruidenton dringend water nodig had. Dus dat geef ik dan nu. Kijk, dit is de plant die al zo groot stond in mijn serre. Even water geven in de serre. Aan mijn quinoa. Aan mijn worteltjes, mijn beestjes, aardbeien, onkruid. Echt, dit onkruid niet nog niet.
vlug het water af gaan sluiten. Het is altijd een mini-reis om zo vlug mogelijk het water af te sluiten. En hopelijk is mijn vader blij met deze niet zo super mini-reis.